Romy was een schat van een meid, was het. Ze was ook heel gevoelig. En toen vroegen we daar van, hebben jullie een meisje gezien met fiets? Ja. Ja, toen moesten we gelijk, hij zegt, zet je auto maar langs de kant. Nou, toen wisten we gelijk wel. Wij hebben nog steeds het idee dat Romy's dood misschien voorkomen had kunnen worden. En als de school het had geweten, misschien hadden er dan maatregelen getroffen kunnen worden. Dat er dan was gezegd van nou, Brian, jij gaat niet meer alleen de school fietsen. Dat is te gevaarlijk. Wat wij willen is dat er gewoon altijd communicatie is sowieso tussen een hulpverleningsinstantie en een school. En eigenlijk ook dat op een gegeven moment moet er een punt komen waarop ouders niet meer alleen kunnen beslissen of ze iets vertellen of niet. Waarom is er geen verplichting van een zorginstelling essentiële informatie door te geven aan school? Daar is een kind het grootste deel van de week.